Vandaag ga ik mijn eerste favoriete filmpje opnemen. En ik heb nog nooit eerder een favoriete filmpje opgenomen. En dit is het favoriete filmpje van oktober. Nou, denk ik niet dat ik elke maand een favoriete filmpje ga doen. Omdat mijn favorieten blijven eigenlijk vaak echt lange tijd hetzelfde. Maar als ze echt drastisch veranderen, dan zal ik weer een nieuw favoriete filmpje opnemen. En ik heb even alles uit mijn opgemaakt filmpje, uit mijn opgemaakte bakje, heb ik eruit gekleurd. En ik heb even al mijn favoriete dingen erin gedaan. Tada, dat zijn er veel. En ja, laat ik maar bij het eerste product beginnen. Mijn eerste favoriet is vaseline. Nou, ik vind vaseline sowieso fijn om op mijn lippen te smeren. Maar ik gebruik het eigenlijk voornamelijk als oogremover. Oogmake-up remover. Niet dat ik mijn ogen ermee verwijder. Lijkt me echt best wel vervelend. Oogmake-up remover. Wat ik doe, ik pak een wattenstaafje. En die haal ik door de vaseline heen. Dan doe ik er een beetje water bij. En dan doe ik het zo over mijn ogen. Dan vouw ik hem dicht en dan doe ik dat over mijn ogen. En ja, zo haal ik mijn make-up eraf. En het komt omdat ik een beetje allergisch ben voor waterproof make-up remover. Die in de winkel te koop is. Je weet wel, met dat blauwe lijntje, blauwe hier en het doorzichtige hier. Die je dan moet schudden. Ja, op de een of andere manier ben ik daar een beetje allergisch voor. En worden mijn ogen er heel rood van. Dus daarom doe ik dit. Heb ik zelf verzonnen. En ja, dat is dus een favoriet. Ik gebruik dit nu al zo'n 5 jaar, denk ik. En met één zo'n pot doe ik denk ik 1 jaar tot 1,5 jaar. Of ja, soms 1/2 jaar. Het ligt er heel erg aan. Ik doe hier ongeveer 1 jaar mee. En hij is 5 euro, dus het is eigenlijk heel voordelig. Want water is gewoon gratis. En eigenlijk moet je alleen voor de wattenschijfjes betalen. Maar ja, dat moet je sowieso wel. Dus ja, dit is zeker een aanrader. Dan Batiste droog shampoo. Ik ben hier best wel fan van. Want op het moment dat mijn haar gewoon een beetje vet uitziet. Maar het eigenlijk, ja, dat ik echt net gedoucht heb eigenlijk. Maar dat aan het eind van de dag mijn haar er vet uitziet. Ja, daar kan ik echt niet tegen. Ik wil dan echt niet meer de deur uit. En ja, Batiste, dat is echt gewoon een wondermiddel als je vettig haar hebt. En het is niet zo dat het je douchebeurt vervangt. Maar het is wel zo dat je daardoor even gewoon er weer normaal en leuk uitziet. Ik vind deze heel erg fijn. Blush heet die. En ik vind deze het minst stinken van allemaal. Ik vind de geuren van Batiste eigenlijk sowieso niet echt fijn. Maar als ik moet kiezen, vind ik deze het minst vieze geur, moet ik zo maar zeggen. En ja, Batiste heeft sowieso de beste droogshampoos, vind ik zelf. De vriendin van mij had ook een keer van André Lon. Nou ja, daar zag je dus allemaal witte vlokjes in je haar. En ze zei zelf ook van, oh ja, die voor jou is veel beter. Nou, ik heb hem ook in een mini verpakking. Die vind ik echt super schattig. Die is super handig om in je tas mee te nemen. En ja, dit is dus ook een aanrader. Dan de Kirel crème spoeling. Ik heb hier ook een shampoo van, maar van shampoos ben ik nooit helemaal weg. Maar van die crème spoeling ben ik echt helemaal weg. En ja, ik heb dit echt al in heel veel filmpjes verteld dat ik gek ben van de Kirel crème spoeling. Dan kun je denken van ja, Kirel, wat is dat voor merk? Het is geen duur merk. Het is bij de Aldi of bij de Lidl te koop. Ik haal ze altijd door elkaar. Volgens mij bij de Aldi. Ja, bij de Aldi is die te koop. Want ik moet altijd heel ver, of nee, heel ver. Ik moet helemaal naar Hoofddorp toe om deze te kopen. En dat heb ik ervoor over, want hij is echt heel erg fijn en... ja, ik gebruikte vroeger altijd heel veel haarmaskers, omdat mijn haar snel droog wordt. En sinds ik deze gebruik, gebruik ik eigenlijk bijna nooit meer haarmaskers. En ja, ik vind deze gewoon heel erg fijn. Hij is volgens mij iets van 2 euro. En dat is gewoon heel erg voordelig. Ik vind deze zelfs beter dan John Frieda. Heb ik ook wel eens uitgeprobeerd. En ja, ik vind het gewoon een super crème spoeling. Ik zou gewoon zeggen, probeer het gewoon. Want hij is maar 2 euro. En hij is gewoon echt heel erg fijn. Dus ja, dit is ook zeker een aanrader. Ik krijg geen geld voor om dit te zeggen ofzo. Ik ben gewoon eerlijk. En ik wil jullie eigenlijk alleen maar tips geven. Omdat dit gewoon echt topproducten zijn. Nou, dan heb ik echt... dit is echt... Ik ben hier echt verliefd op. En dit is Bio Silk. En ja, ik ben een beetje verdrietig. Want hij is echt nog maar half vol. En dat vind ik jammer. Want deze kun je eigenlijk alleen maar bij kappers kopen. En ik heb hem op de Zwarte Markt gekocht. Maar ja, je kan deze niet overal kopen volgens mij. En hij is dus bijna op. Maar deze is zo fijn. Dit is het lekkerste serum dat ik ooit heb gebruikt. En ik heb echt al
iets van 20 verschillende serums gehad van echt allemaal verschillende merken. En ja, deze vind ik echt gewoon super fijn. En ja, ik hoop dat jullie weten waar je deze kan kopen. Ergens anders dan in de kapperszaak. Want ik wil deze echt gewoon heel graag nog een keer opnieuw kopen. En dan koop ik echt de huge versie. Want ik ben echt verliefd op deze serum. Ik ben echt verliefd op dit serum. Dat is echt... Biosilk moet je echt gewoon een keer proberen. Het is echt een geweldig spul. Oké, dan desinfecterende handgel. Nou is het meer dat ik gewoon fan ben van desinfecterende handgel in het algemeen. Het is niet zo dat dit nou echt het beste is die ik ooit heb geprobeerd. Maar desinfecterende handgel vind ik gewoon heel erg fijn. Omdat zeker als ik bijvoorbeeld op mijn werk, dan eet ik meestal een broodje rosbief. Ja, het is toch rauw vlees. En ik vind het dan altijd lekker om toch even mijn handen te wassen. Nou, dat doe ik hiermee. En ja, ik wil eigenlijk nog een keer eentje kopen. Ik zag bij de Body Shop zag ik met allemaal leuke geurtjes en zo. Die wil ik liever nog een keer kopen. En, maar in ieder geval desinfecterende handgel. Deze is gewoon goed. Deze is van de Kruidvat. Dan iets waar ik echt de laatste paar maanden super enthousiast van ben geworden. Dat is Doe 2. Dat is een deo. En dit is een roller. En deze gebruik ik eigenlijk altijd na het douchen. Want rollers hou ik eigenlijk niet zo van. Die gebruik ik alleen net na het douchen. Anders vind ik het niet meer echt hygiënisch als je hem vaker gebruikt. Ik wil dit echt alleen maar na het douchen gebruiken. Maar wat het is... het is een kristal. En als je die onder water houdt, zeg maar even onder de kraan en je doet hem zo om die oksels. Dan werkt het gewoon de hele dag. Je zweet niet. Ik zweet normaal heel erg veel. En met deze steen echt gewoon bijna totaal niet meer. En ja, ik ben hier echt heel erg fan van. Ik ga hier ook een spray van kopen. Ik kreeg deze in de beautybox van oktober. En ik ben er echt heel erg blij mee. Ik ben echt gek van deze deodorant. En ik ga er zeker meer van kopen. En dus ook de spray. Dat, ja, sowieso. Dit is echt de grootste aanrader bijna die ik kan verzinnen. Samen met BioSilk. Dit is echt geweldig. Oké, nou zei ik dat ik die steen dus na het douchen gebruik. Maar ik heb natuurlijk ook een deo nodig die ik zeg maar gebruik als ik een paar uur niet gedoucht heb of zo. En toch zweet. Dan gebruik ik namelijk deze deodorant van Playboy. Ik dacht eerst van Playboy... Nou, daar ben ik nooit echt een fan van, maar ik dacht, ja, die deodorant koop ik maar. Ik vind deze heel lekker ruiken, Play It Lovely. De andere geuren die ik tegenkwam van Playboy vond ik echt heel erg stinken. Dus ja, deze vind ik echt heel lekker. En waarschijnlijk wordt deze wel binnenkort vervangen door die door spuitdeo van Deo 2. Omdat die toch net wat beter werkt. Dus ja, maar toch is het een aanrader. Als je hier in de winkel loopt en je denkt, ik heb echt een nieuwe deo nodig, koop dan deze, want die ruikt echt lekker. Dan heb ik een parfum waar ik echt een beetje verslaafd aan ben. Dit is Heat van Beyoncé. En ik ben sowieso wel fan van de Beyoncé parfumetjes. Ik heb deze ook in het oranje. Dat is Heat Rush. Dit is Heat. En ik wil ook nog Midnight. Dat is de paarse. En ja, ik vind hem gewoon super lekker ruiken. Trouwens, een leuk weetje is dat Beyoncé is allergisch voor parfum. En ze brengt dus haar eigen parfum uit. Dat vond ik altijd best wel gek. Maar ze ruiken wel heel lekker. Dus als ze tegen parfum zou kunnen, weet ik zeker dat ze deze ook elke dag op zou spuiten. Dan Burt's Bees. Ik werd er eigenlijk een beetje gek van dat ik hem twee keer kreeg in de glossy box. Maar hij is wel echt heel erg fijn. Je hebt er eigenlijk heel weinig van nodig. Ik denk dat je hier echt nou, misschien wel 2 jaar mee doet of zo. En hij is echt gewoon heel fijn voor je lippen. Hij ruikt een beetje mintachtig. En ja, hij is gewoon heel erg lekker zacht voor je lippen. En... ja, het enige minpuntje is dat je er met je vinger in moet. En daar hou ik nooit zo van, omdat ik dat altijd een beetje onhygiënisch vind. Maar ja, ik heb er dus nog één hiervan. En ik denk dat ik daar een winactie van ga doen. Omdat ik deze krijg gewoon niet snel op. En dit is gewoon echt een super product. En daarom zou ik het wel als winactie kunnen doen. Want het is gewoon echt een heel goed product. Dus ik denk dat ik daar nog iets leuks voor ga verzinnen. Dan lipstains. Ik gebruik geen lipstick en lipgloss meer tegenwoordig. Wel lippenbalsem. Maar als ik naar een feestje ga, dan gebruik ik altijd lipstain. Ik ben hier echt verslaafd aan. Deze zijn van New York Color. Ik heb er nog geen andere geprobeerd, dus ik weet niet of dit het beste merk ooit is. Wel vind ik dat deze snel uitdrogen. Maar lipstains vind ik echt geweldig. Het is zeg maar een soort, ja, het is een pen, stiftachtig. En je doet hem op je lippen. En het vocht, zeg maar, wat de vocht en de kleur die uit de lipstains komen, dat trekt zeg maar in je lippen.
Dus waar het eigenlijk op neerkomt, je krijgt een hele mooie, je krijgt een mooie kleur van de lipstains. Maar het trekt in, dus het geeft niet meer af. Het geeft niet af aan je kleding, aan je glas. Kleding. Ik zeg serieus kleding. Het geeft niet af aan je eten. En aan je vriend, als je die zoomt. Of bij je vriendin. Laten we de opties openhouden. En ja, ik ben echt fan van de lipstain. Dan de OPI nagellak. Ik had het laatst al verteld in een filmpje. Maar ik ben echt nog steeds verliefd op deze OPI nagellak. Ik ga zeker meer OPI nagellakjes kopen, want ik vind deze zo fijn. Dit is de eerste nagellak die ik ooit heb uitgeprobeerd die niet chipt. En ik heb er echt heel veel uitgeprobeerd van Essie, van Essence, van Catrice, van Rimmel, van noem maar op. Gewoon, ik heb echt heel veel nagellak. En ik vind deze echt gewoon de beste die ik ooit heb gehad eigenlijk, van OPI. Ik heb hem nu dus ook weer op. Ik vind hem echt heel erg fijn. Hij blijft sowieso een week zitten zonder dat hij chipt. Of nou ja, misschien een klein beetje. Maar dit is echt gewoon de beste nagellak ooit. Dan een ontdekking die ik heb gedaan. Ik heb een abonnement op de Cosmic Girl. En daar kreeg ik laatst gratis een Essence mascara bij. En toen had ik zoiets van, ja, Essence. Ik vind Essence een leuk merk hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar soms is de kwaliteit van die producten gewoon iets minder. En dat, op zich kun je ook niet de beste kwaliteit verwachten voor die prijs. En nou weet ik niet hoe duur deze is, omdat ik die dus gratis kreeg bij een tijdschrift. Maar hij zou niet heel erg duur zijn. En waar het op neerkomt, ik gebruik momenteel, heb ik iets van, ik heb 6 mascara's ongeveer in mijn beautycase zitten nu. En echt nog 7 die niet waterproof zijn, ergens op mijn kastje staan. Maar ja, deze is waterproof van Essence. En hij heeft No Limits. En gek genoeg vind ik deze beter werken dan... ik heb er eentje van Rimmel. Ik heb er een van L'Oreal. Ik heb er een van Max Factor. En deze wint het gewoon. Dat is echt raar. Deze van Essence. En hij is dus... Hij verslaat gewoon alle mascara's. Die veel duurder zijn. Dus mocht ik een keer in een gekke bui zijn en zoiets hebben van, nou ja, ik ga een keer een nieuwe mascara kopen, ik doe lekker gek. Dan zou ik deze keer aanraden. En ja, gewoon doen. En hij werkt best wel goed, vind ik. Dus topper. Dan eentje waar ik echt al, die ik nu ook echt al iets van 5 jaar gebruik. Dit is een waterproof oogpotlood van Rimmel, geloof ik. Zeg nou iets stoms? Nee, ja, van Rimmel. En hij is waterproof en hij vlekt dus eigenlijk bijna niet. Alleen soms heb ik dat ik even zo moet doen. Maar that's it. Weet je, ik vind dit echt zo fijn. En tegenwoordig gebruik ik ook wel eens voor feestjes. Dan doe ik hier zo'n lijntje. En daar is deze ook heel goed voor. Want hij blijft gewoon heel goed zitten. En met dat lijntje ga ik trouwens nog een keer een look van opnemen. Maar ja, ik vind dit gewoon echt een heel fijn potlood. En je hoeft hem ook niet te slijpen. Want hij rolt er gewoon zo uit. En ja, ik vind dit echt een aanrader. Hij heeft hieronder ook nog zo'n soort, ja, hoe noem je dat? Zo'n ding waarmee je het kan uitsmeren, zeg maar. Ik gebruik dit eigenlijk nooit. Maar het is wel handig. Dan een lippenbalsem van Blistex. Nou is Blistex sowieso wel een goed merk voor je lippen. Maar ik gebruikte vroeger altijd zo'n tube. En dan kwam er zo'n wit spul uit wat je eigenlijk best wel zag op je lippen. En ja, ik wilde liever niet gezien worden met echt witte lippen. Dat is nou niet echt iets waar ik wat ik mooi vind. Dus dat vond ik jammer aan Blistex. Maar voor de rest vond ik het altijd een super product. Nou ja, nou vond ik laatst deze. Blistex Classic Lip Protection. En deze is zo fijn. Het is gewoon dezelfde kwaliteit als ik van Blistex gewend ben. Het is alleen zo dat deze dus niet geen witte gloed of iets laat zien. Dit is gewoon een transparante lippenbalsem. En ik vind deze echt heel erg fijn. Dus mocht je een keer in de winkel zijn en Blistex, deze Blistex zien. Dan zou ik die zeker aanraden om te kopen. Want hij is echt heel erg fijn. En volgens mij is hij nog niet eens zo duur. Dan een wenkbrauwpotlood. Ik kleurde mijn wenkbrauw eigenlijk nooit echt in. Ik vond het een beetje onzin. En ik gebruik nooit zoveel make-up. Maar deze heb ik een keer met een vriendin geruild tegen een ander product. Ik weet niet meer wat. Maar... ik ben echt heel erg blij met dit product. Dit is dus een wenkbrauwpotlood van Rimmel. Hij is volgens mij niet waterproof. Dit is echt volgens mij het enige product wat niet waterproof is wat ik gebruik. Ik gebruik eigenlijk alleen maar waterproof. En deze is gewoon een dikke uitzondering. Die mag gewoon niet waterproof zijn voor mij, want ik vind deze echt geweldig. Hij past echt precies bij mij. Ik weet niet welke kleur het is. Er staat hier... Oh, Hazel 002 is dit.
En die doe ik op mijn wenkbrauwen. En ik gebruik er wel een ander borsteltje voor. Dat borsteltje vind ik niet geweldig. Maar ja, ik vind deze gewoon heel erg fijn. En ik zou die zeker opnieuw kopen. Ik gebruik deze nu al misschien, denk een jaar. En ik ben er nog steeds echt heel erg fan van. En dan tot slot een eyeliner. Ik gebruik niet heel veel eyeliner. Ik gebruik het eigenlijk alleen als ik naar feestjes ga. En hij is heel erg dun. Hij is heel fijn. En deze is van de H&M. Ik heb bijna nog nooit echt H&M make-up gekocht. Alleen nagellakjes en dat soort dingen. Maar deze eyeliner is echt heel erg fijn. En als ik hem nog een keer zie, dan koop ik hem zeker opnieuw. Ik heb hem ook in het zilver. Die is ook met glitters. Deze ook. Maar ik ben niet zo'n fan van zilveren eyeliner. Ik vind zwart eigenlijk veel mooier. En ja, ik vind deze echt gewoon super goed. En ja, hij is niet waterproof helaas. Dat is dan weer een klein minpuntje. Maar ja, ik gebruik hem alleen op feestjes. En dan ga ik over het algemeen toch niet zwemmen op feestjes. Dus ja. Nou ja, zoals jullie zien is hij nu dus leeg. En ik ga weer even mijn opgemaakt dingetjes erin doen. Deze maand overigens geen opgemaakt filmpje. Want ik heb echt maar 2 producten opgemaakt. En dat vind ik toch echt net iets te weinig om een filmpje van te maken. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik allemaal ja, als favoriet heb. En misschien hebben jullie er wel wat aan. Misschien, ja, als jullie dit leuk vinden, laat het dan even weten. Dan doe ik denk ik over misschien een half jaar of zo, doe ik weer een favoriete filmpje. En ja, als jullie het leuk vinden, geef dan even een thumbs up. Dat vind ik altijd leuk. En als je dan toch bezig bent, klik dan meteen op abonneren hierboven. En dan zien jullie veel meer van mij. En ja, ik wil jullie sowieso laten weten dat ik het heel erg leuk vind als jullie reageren. Ik probeer er ook altijd op te reageren. Of ik geef even een like als ik de reactie leuk vind. Als ik de reactie niet leuk vind, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Maar, ik weet niet, jullie zijn gewoon echt heel erg lief voor mij. En dat vind ik echt leuk. En ja, ik merk ook dat ik wilde een filmpje maken voor als ik 100 abonnees had. Maar toen had ik 90 abonnees. En toen dacht ik, oké, het duurt nog wel even voordat ik er 100 heb. Maar op één dag ging ik van 90 abonnees naar 130. En toen had ik echt zoiets van, wow, hoe dan? Even serieus, ik was zo blij die dag, hè. Ik had echt zoiets, wow, op één dag gewoon 40 abonnees erbij. En ik had niet eens op die dag een filmpje gemaakt. Ik had echt zoiets van, oké, dat vind ik echt super cool. Weet je, ik ben echt maar een amateur vlogger of zo. Maar het betekent echt heel veel voor mij dat ik ineens zoveel abonnees erbij heb. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ik vind het ook echt super cool als mensen gewoon zo'n reactie achterlaten van, ik vind je films echt leuk. En dan denk ik echt van, wauw, mensen vinden het gewoon leuk om naar mij te kijken. Dat doet me echt iets. Dan heb ik echt zoiets van, wauw, dankjewel. En ik vind het ook heel erg leuk van al die likes en zo. Ik probeer ook met jullie te luisteren. Want ik kreeg bijvoorbeeld van Mintje13, volgens mij was dat haar YouTube naam. Kreeg de vraag of ik een liedje wil opnemen. Nou ja, ik hou heel erg van zingen. Dus ik ga zeker ook een keer een liedje opnemen. Voor degene die er niet op zitten te wachten. Het is maar één keer. Dus kom op. En ja, van Minou Julie heet ze volgens mij, kreeg de vraag of ik Facebook of Twitter had. Nou, ik heb dat wel, maar dan persoonlijk. En Twitter persoonlijk gebruik ik eigenlijk nooit echt meer. Dus wat ik heb besloten, ik ga een Twitter aanmaken voor dit account van It's Only a Lifetime. Maar ik weet nog niet of die naam beschikbaar is. Dus als het goed is, wordt dat mijn nieuwe Twitter, maar jullie horen daar nog over. En dus... ja, ik doe wel echt iets met jullie reacties. En ik vind het echt super tof dat jullie met ideeën komen. Want ik vond het bijvoorbeeld echt een vet goed idee dat ik een Twitter aan moet maken of zo. Dat is ook leuk. Maar daar was ik zelf gewoon niet opgekomen. Best wel dom, want ik doe een mediastudie en ik krijg er allemaal les over. Maar ja, dankjewel in ieder geval. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar al mijn gestamel te luisteren. En naar mijn favorieten te kijken. En dan hoop ik dat ik jullie snel weer zie. Want dat vind ik leuk. En ik vind het ook leuk om reacties te lezen en zo. En ja, dat vind ik gewoon leuk. Doei!